gaan het even hebben over de mooiste periode van het jaar. Zeker. Toch? Zeker. Carnaval. Toon, ben jij een echte carnavalvierder? Ja, absoluut, man. Echt een hart en nier of is het aangeleerd? Nee. Ik kom uit Eindhoven. Oh, je komt het eindje? Zolang ik me kan herinneren, is carnaval echt vaste prik. Oh, lekker, man. Maar wat doe je dan allemaal in Eindhoven met carnaval? Je gaat naar Eindhoven in elkaar weer terug. Ja, uiteraard. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, sinds ik hier in Nijmegen woon, ga ik ook op dinsdag naar de kroegentocht van Kuik. Ja? Ja, want dat is ook wel echt fantastisch. Ja, ja, maar Rick is daar dus nog nooit geweest. Hè? Misschien moet je even aan Rick en de luisteraar die er ook nog nooit is geweest even uitleggen wat dat nou voor iets is. Ja, ik wil best uitleggen wat het is, maar ik wil ook niemand overtuigen om te gaan. Nee. Want wat voor mij echt het tekenende is van carnaval, wat het allermooiste is in carnaval, is dat je hebt eigenlijk alleen maar mensen die er helemaal van houden. Ja. Of mensen die er echt een schurftekel aan hebben. Ja, zeker. En de enige mensen die in de kroeg zijn, zijn de mensen die ervan houden. Ja. Dus het is gewoon altijd gezellig. Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin. Je hebt stom pakken en je staat lekker biertjes te drinken. En ja, vooral de muziek is gewoon zo prachtig kut. Prachtig kut. Maar de kroegentocht, hè. Rick, jij gaat er dit jaar ook weer voor het eerst, of voor het eerst toch? Ja, klopt. Ga je daarheen. Ja. Toon, doe even een korte omschrijving van de kroegentocht. Ja, gewoon bier drinken, kutmuziek luisteren. Ja, dat is echt alles. Ja, maar er zit toch een heel spel achter eigenlijk? Ja, je kan je professioneel inschrijven. En dat is wel heel grappig. Ik schrok daar heel erg van de eerste keer dat ik het zag. De kroegentocht zelf is namelijk, je hebt gewoon 11 kroegen. Mm-hmm. Logischerwijs. En je hebt de stempelkaart en je moet in alle 11 kroegen moet je bier halen. En dan krijg je stempel. En als je alle 11 stempels hebt, dan krijg je zo'n mooi ding, zo'n oorkonde aan je stempelkaart. Ja, daar doe je het allemaal voor. Maar wat dus leuk is dat er echt een competitie is. En dat zijn mensen op rolschaatsen. Mm-hmm. Die met een touw om hun middel aan iemand anders op rolschaatsen is gebonden. En die moeten ontzettend snel, zo snel mogelijk, allemaal hindernissen over. En dus die stempels halen. En wat er gebeurt is, er rennen allemaal mensen voor met fluitjes. En die staan te fluiten op een fucking drukke straat. En die rennen erdoor. En iedereen gaat opzij. En dan komen er gewoon twee ongelooflijk bezopen lui op rolschaatsen hun 11e stempel halen. Mm. Ja, dat is wel echt heel leuk om te zien. Ja, goede korte omschrijving van de 11 kroegentocht. Heerlijk. Ik wil eerlijk zeggen dat ik niet echt zat te luisteren. Ik was ondertussen een beetje met techniek bezig. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ja, super. Dank je. Heel leuk. Ja, maar we hadden het er net ook al over. Ik heb mijn best gedaan. Ik wil namelijk echt al heel lang een carnavalsplaat opnemen. Ja. Ja, ik heb de muziek. Kijk, ja, op zich, de muziek heb ik natuurlijk niet helemaal zelf gemaakt, laat ik dat erbij zeggen. Mm-hmm. Ik heb het gewoon gejat eigenlijk en wat aan toegevoegd. Wil je alvast de instrumenten horen? Ja, ben wel benieuwd. Ja. Ja, oké. Het is hem. Hier moet dan tekst overheen. En dan spoel ik hem nog even een beetje door. Je hebt niet eens het origineel gejat. Nee, klopt. Je kent het origineel? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, heel goed. Nee, klopt. Ik heb een andere versie van Faith en Maarten gepakt. En dat vond ik gewoon lachen. Ik heb er wel een tekst overheen gemaakt, maar ik probeer hem dus in elkaar te zetten. En dan voor volgende week, tijdens de carnavalsuitzending, dan te hebben. Ik vind wel dat je het live moet doen dan hier. Ja, oké. Okay. Ja, dat moet echt zeker gebeuren. Okay. Ik ga hem dan live doen, dat is goed. Ik stuur de tekst dan door, dan moet je er allemaal meedoen. Okay. La la la, of... Nee, gewoon echt, het is heel makkelijk. Okay. Ik kan trouwens wel... wacht, ik kan wel even vertellen wat het refrein is. Moet ik hem even openzetten hier. Iedereen is benieuwd. Eén lekker ding, doe mij een vodka cola. Ah, ja, oké. Okay. Jij kent het nummer, hè? Snap je een beetje? Hey, lekker ding, hey, mijn tekst. Vodka-cola. Ja, maar dat is het is ook idee. Speciaal voor jou, toch? Het is een ode aan Rick. Ja, precies. Oké. Nog even over jouw plaat. Hè. Jij wil een plaat graag genoemd, want we hadden eigenlijk Vieze Jack erin staan, maar mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Nee, ja, sorry dat ik hem veto. Ja. Ik ben namelijk, als we het hebben over carnaval, ik ben wel echt carnavaller van de oude stempel. En ik vind wel dat carnaval moet gewoon echt een beetje hoempa muziek zijn. Ja. Zoals de Deurzakkers... Ja, dat soort muziek. En ik vind dat er een paar artiesten zijn die dat heel goed doen met moderne muziek. En waaronder dit nummer. Dit vond ik vorig jaar echt veruit het beste carnavalsnummer wat er was. Niet alleen omdat de muziek gewoon lekker carnaval is, maar omdat de tekst ook gewoon heel erg klopt. En ik denk dat iedere Brabander ook zich helemaal hierin kan vinden. Dus dit is voor mij echt carnavalskraken van het afgelopen jaar. Van de CV De Kapotte Kachels, terug over de Maas. Yes. Drink from me, la 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 la
Him for the weekend.